Kijk naar alles wat jij hebt opgebouwd, gewoon een imperium. Yeah. Uh, dat, dat kan je bijna niet als je, als je, als je niet kan relativeren. Nee. En, en, en je, nee, een van je meest recente dingen is, je hebt gewoon je eigen museum. Wie kan zeggen dat hij zijn eigen museum heeft opgericht op, op zijn drie, 33ste. 43ste. Sorry, yo, dit gaat helemaal mis. Ja. <laughs> nog dichter bij de, de, de 60. Ja, ook de 33ste. De en dat ging ook niet van een dakje met nee. enorme risico's. En, en daar zie ik in hoe je erover praat in ieder geval. Uh, enorm relativeringsvermogen. Ja, klopt. Kan je dat zakelijk wel en, en privé niet? Dat is precies wat het is. Ja, en ik, dat is zo raar. Ik weet ook echt niet waar dat aan ligt, maar ik kan gewoon zakelijk. Ben ik zo'n uh, mentaal zo'n ander persoon. Ik kan zakelijk heel goed alles, alles scheiden. Ik kan heel goed dealen met verliezen in het zakelijk leven. Ik kan heel erg. Uh, um, Heel veel ambitie daarin hebben, en ik kan echt ik kan alles soort van vanuit een helikopterview zien. Zakelijk lukt het me allemaal, ja. alleen privé niet, ja, en ook niet, niet altijd. niet. Maar ik, ik leer wel te accepteren nu dat het dat dat gewoon een onderdeel is van wie ik ben. Weet je wel? Ik, heb, ik heb gewoon moeite met het woord gelukkig zijn en woordjes als happy en zo. Weet je wel, van ik, ik heb af en toe moeite om om dat vanuit een soort intens. Um, gevoel ook echt te ervaren. Wat is voor jou geluk? Nou, dat, ja, dat ben ik nog heel erg naar zoekende, maar ik denk dat geluk, zoals ik het nu heb geleerd, ook afgelopen tien jaar, hm. um, ik kan je heel goed vertellen wat het niet voor me is. Nou ja. En het is dus eigenlijk helemaal niet materie. Het heeft niks te maken met, met geld of met materie of met successen of zo. Dat, nee, dat, uh, nee, ik, nee. De, 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 die vragen wat is geluk? Het is raar, het vaak de momenten dat ik erover nadenk... of waar het op mij het meeste het wordt gedefinieerd... is op de momenten dat, je, dat er verlies is. Ja, een, Dus oh, uh, als, als mijn moeder... Mijn moeder is, is een, gewoon, een van de belangrijkste gebeurtenissen in mijn leven... is het verlies van mijn moeder vier mm. jaar geleden nu bijna. Mm. Uh, en uh, dat zijn van die momenten waarop je weet... dat geluk niet zit in, in, in de hoeveel succes die je hebt. Ik yeah. had net verkiezingen gewonnen. Mm. Uh, het grootste succes ooit het ging hartstikke goed... Maar je moeder verliezen, het is dat, het, relevant, het, he? dat is het is allemaal niet meer het is allemaal niet meer relevant en ik kan daar niet eens over nadenken dan ik zou er alleen al die gedachten kan ik al helemaal een soort mega paniek krijgen Va van van het, verlies, het verliezen van, van, van je, je moeder van je moeder want ja. je hebt ook je vader verloren natuurlijk. ja ook nog niet zo heel lang geleden nee je hebt twee vaders eigenlijk want mijn moeder was uh, die is gescheiden op een gegeven moment van mijn van mijn ja. echte vader hoe oud was je toen um, ik was denk ik rond de 18, oh, 17, ja. 18. Ja. En uh, mijn moeder heeft toen heel lang eens alleen geweest en toen kreeg ze een nieuwe partner. En daar was ze super gelukkig mee. Dus ik ben heel blij dat we dat hebben mee mogen maken. Dat ze dat weer kon ja. ervaren. Maar hij overleed aan, aan kanker, ging ook heel snel. En um, kort, daarna mijn, mijn, mijn eigen vader. Ja, maar dat, het, het gekke is. Kijk, hij, want hij zat toen in Iran. hè? Ja. Dus je hebt, je hebt hem niet meer kunnen zien. Ik heb, hem, zijn, ik heb hem nooit meer gezien. Vanaf het moment dat hij wegging, dat, dat we op Schiphol waren om hem uit te zwaaien, ja. heb ik hem nooit meer gezien. Maar ik wist dat al hoor. Ik wist toen ik daar stond, wist ik al van kleine kans dat ik hem ik, ooit nog ga zien. Ja, dat lijkt me echt, dat lijkt mij dus onwijs heftig. Als je. Uh, ik, ik, het afscheid nemen van mijn moeder, ik zie het nog vol met de hele familie rondom het, het bed op de intensive care. Intens verdrietig, maar je doet dat samen en je, ja. en je bent er. Maar het idee dat dat dat, dat je je ouder verliest en, en je bent daar niet bij, dat lijkt me dat, dat dat is wat ik me gewoon niet ja, maar het was, was lastig. Het het was want het, het, de, de band met hem was heel anders. Oké, okay, ja, dus ik heb, ik heb het voelt heel, heel best wel um, vaak rot om dingen te zeggen over hem, hè, omdat hij er niet meer is en hij kan zich niet verdedigen. En ik weet ook heel veel antwoorden niet, maar. Als ik dan heel eerlijk ben, dan dan hij natuurlijk hij is je vader en hij is hij heeft me op de wereld gezet, dus dat stuk dat staat vast en dat is wat het is. Maar qua band heb ik eigenlijk nooit echt een band met hem kunnen hebben of zo. Dus dat liep al zo stroef en dat heeft zoveel we hebben zoveel dingen met hem meegemaakt waar ik wat ik heel moeilijk kon vergeven, wat mijn zusje bijvoorbeeld veel makkelijker heeft ja. kunnen vergeven. Um, dat toen hij overleed dan het enige wat er gebeurde, wat ik heel fijn vond, was dat eigenlijk alle wrok en alle vragen die ik had, die gleden een beetje weg. Dat was opeens weg, het was niet meer relevant. Nee. En uh, hij, voelt, hij voelt nu veel dichterbij. Dus ik voel hem nu in, en ik begrijp hem nu ook veel meer. En zo, dus al die dingen, dat dat. Ik denk helemaal niet meer over wat er niet is geweest al die jaren lang. Nee. Dus het was wel zwaar dat hij overleed, maar ook weer, je moet je voorstellen, als je echt. Er is dus zo letterlijk en figuurlijk een afstand tussen twee mensen. En hij was ook niet, hij, hij kon niet facetimen. Hij überhaupt die hele simkaart, niks. Het werkte nooit, weet je, er was altijd wat. Ja. Dus het voelde alsof het um, afgesloten werd voor me op een, op een positieve manier. Zo, 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 altijd oppassen met invullen. En, en, en ik bedoel het op geen enkele wijze verkeerd, maar was die misschien al, al hij was er misschien al niet meer voor je. En nu ging die echt dood. Kan, ja. ik, kan ik het zo zien? Of. Of is dat te, te stellig? Hè? Omdat je toch de relatie al niet zo goed was. En... Nou, ik denk dat dat misschien iets te stellig is. Maar ik snap wel heel erg wat je bedoelt. Ik snap ja. wel dat. Kijk, en, en zeker met de persoonlijkheid die ik heb. Waarbij ik gewoon heel erg. Uh, vanuit een beschermmechanisme. echt een muur om me heen bouw. Heb ik, dat heb ik ook met hem gedaan. Weet je, als je zo vaak wordt, wordt gekwetst door iemand. en dan is het ook nog je eigen vader. Mijn manier van dealen met mensen überhaupt die dat bij me doen. is gewoon. Ja, niet, niet uit je leven knippen, want dat kan ik dan weer niet. Daar ben ik dan ja. weer niet goed in. Maar wel heel erg een muur om je, om je heen bouwen. Van wie heb je dat? Is dat automatisch gekomen of heb je dat geleerd? Nee, dat heb ik denk ik dus echt van hem geërfd, want hij was ook zo. Ja? Ja. En hoe doe je dat, zo'n muur bouwen? Of, of heb, nou, nee, dat is om? echt de eigenschap waar ik het minst trots op ben. Ik vind dat heel jammer. Ja? Ja, ik kan echt met bewondering echt kijken naar mensen die zo open zijn en die heel erg fladderen van die vlinders, weet je wel, die zoiets hebben van ja, maakt me niet uit, ook al word ik gekwetst, dan, dan doe het maar 20, 30 keer, maar ik ben wel open. Daar ja. kan ik, daar kan ik echt Kijk, Bij mij moet je er zo erg doorheen uh, willen, willen komen. Dat duurt gewoon super lang bij mij. Ja, en dat vind ik echt van mezelf heel jammer, want ik, 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 ik weet hoe uh, lief en, en leuk ik kan zijn als je eenmaal echt in, als je ja. er doorheen bent. Dan, dan ben ik echt 100% mezelf. Maar voor die tijd, en dat is vooral met nieuwe mensen, ja, dat vind ik gewoon een gemis voor mezelf. Weet je wel? Want in essentie hou ik echt heel erg van, van nieuwe mensen ontmoeten ja. en zo. Maar ik laat het niet zo heel erg toe, omdat ik altijd een soort vooraf voor mezelf denk: oké, okay, laat me in ieder geval mezelf beschermen voor wat er zou kunnen komen. Voor de, voor de teleurstelling die ja. er eventueel zou kunnen komen. Ja. 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 Ja.